Tom Kooijman kijkt eens achterom en ziet dat hij op dit moment nog geen bedreiging heeft. En hij gaat voor de tribune, de volgebakte tribunes hier op de Draffen Rensport Noost-Oostpolder. En dat doet hij met Newton Renka. Newton Renka is de laatste ronde ingegaan voor paard nummer 2, Mike Kite. Derde ligt Mr. BB voor Loverboy van Assem en Lisboa Renka. Dat is het treintje in het tweede spoor. En de trekwatten die worden getrokken door Jaap van Rijn en Mike Kite om nog een extra versnelling te vinden en de rug op te zoeken van Newton Renka. Maar Newton Renka die is 2 lengtes weg met Tom Kooijman. En Tom Kooijman is niet van plan om te wachten op de 4 deelnemers die hem in de nek hijgen. Hij geeft gewoon gas met zijn Newton Renka. Newton Renka nog steeds aan kop voor Mike Kite die dapper doorstrijdt. Buitenkant is Loverboy van Assem die zich ook geweerd op de eerste keer op de groene vlaktes van Emmeloord. Lisboa Renka ligt er nog gevaarlijk bij en na die achterstand heeft hij heel hard gelopen. En gaat op dit moment naar het derde spoor. Newton Renka heeft de kop en gaat de laatste bocht in voor Loverboy van Assem, Mike Kite. Lisboa Renka en erachter nog steeds Mr. BB. Het zijn toch nog 5 paarden die er dicht bij elkaar een mooie strijd van maken. Maar eens kijken of Tom Kooijman een snelle dubbelslag kan scoren met zijn Newton Renka. Newton Renka gaat als koploper de laatste bocht in en het waait uitheen met Lisboa Renka helemaal aan de buitenkant. Die toch wel een gevaarlijke aanval gaat plegen. Lisboa Renka aan de buitenkant, maar Newton Renka die gaat toch wel heel erg sterk. Newton Renka lijkt te gaan winnen met Tom Kooijman voor Loverboy van Assem en Mr. BB. Die maken het nog spannend voor plek 2. Maar de 1 die wint het. Newton Renka voor de 4 Loverboy van Assem en de 7 Mr. BB. 1, 4, 7 en dat is voorlopig. Oké, de winnaars zijn officieel van deze derde koers is geworden. Hier staan ze al. Tom Kooijman met Newton Renka, de tweede overwinning voor stal PD. En daarbij de Bas Krebas en natuurlijk ook de eigenaar. En als de sulky Tom Kooijman. Natuurlijk Bas Krebas. Ja Bas, ben je weer stiekem hier komen trainen met je paarden? Nee. Kijk, ik heb thuis natuurlijk wel een graasbaan, maar deze niet opgeoefend, want het is zo droog. Die is gewoon te snel en dan omdat het klein is het te hard, is te gevaarlijk. Nou ja, ze zijn het niet verleerd in ieder geval. Nee, ik heb goed op graas. Nee, heel best. Nou, hij is wat onrustig, dus we gaan hier even een foto maken met de fokker ook, de heer Knipscheer. En daarbij ook de eigenaar en daarbij een bosbloemen, mede gefinancierd hier door Witlof Kwekerij, Lof vroeg op. Nee, daarom, we gaan... Hij is in volkundige handen en daar komen ze aan. Geef ze weer een applaus hier. Wederom Stal Krebas, ditmaal met Newton Renka, Tom Kooijman, trainer Bas Krebas. Komen ze aan, de winnaars van de derde draadrij.